Ik ben Eddy Servaas en ik ben stylingassistent, make-up en haar. Wel, mijn job houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor het aanbrengen van make-up, de look bepalen van acteurs of in een fictiereeks, maar ook de make-up verzorgen van alle gasten die op scherm komen. We kunnen ook in het make-up atelier werken en dan is het de pruiken verzorgen, bestellingen van producten, dus het heel variërend. Mijn allereerste opdracht op de VRT was in de nieuw studio, maar ook omroepsters. Dus toen hadden we nog omroepsters en mijn eerste opdracht was, denk ik, Rita Boulaert en de weerman, Armand Pien. En dan als gast was er ook onze eerste minister, minister Martens. En dan was ik wel een beetje, ja, dat is normaal, zenuwachtig, maar eigenlijk is alles heel vlot verlopen. Ja, zonder enige twijfel, Clara. Daar luister ik bijna altijd naar, zowel in de auto, maar ook in de make-up ruimte. Zelfs jonge acteurs waren zo enthousiast van een mooie, rustige sfeer in make-up. Heel moeilijk, omdat ik heel graag het totaalpakket doe. Zowel maquilleren als het kapsel. Dat is ook altijd een van onze opdrachten, dat we de twee zouden kunnen. Ik moet kiezen, dan toch maquilleren. Dat is eigenlijk iets wat ik heel graag zou doen, schilderijen restaureren. Ik vind dat zo fijn om een doek of een kunstwerk terug, dat kunstwerk tot leven te laten komen. Het heeft ook met penselen te maken natuurlijk. Ik werk ook alle dagen met penselen, maar een doek, rust, stilte en dan heel minutieus werken, ja, dat is wel iets dat ik graag zou doen. Oeh, dat is een moeilijke. Misschien witsen, omdat het, ja, het is een tijdje geleden, maar het is een hele fijne samenwerking geweest met heel de ploeg. 9 jaar telkens opnieuw 13 afleveringen maken. Dat was zo fijn. Iedere aflevering van Witsen had een lijk. En dus dat was onze opdracht, samen met mijn collega, Freya van Dorpen, om daarvoor te zorgen dat dat altijd zo waarheidsgetrouw moest lijken. En dat was soms, ja, een moeilijke opgave, maar heel, heel fijn om te doen. Dikwijls, als je denkt aan make-up, dat het er altijd mooi moet uitzien. Maar dat is in ons geval op televisie niet altijd nodig. Moeten inderdaad niet alle mensen er even goed uitzien. Ze mogen eens een beetje ziekelijk zijn. Of ze hebben soms in het verhaaltje niet goed geslapen. Of ze hebben een buitenopname gehad waar het slecht weer was. Dus dan moet het haar niet altijd even mooi zijn. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Een job wisselen, dat is moeilijk, want mijn job is zo leuk en met veel mogelijkheden, maar ik heb wel veel affiniteiten, denk ik, met de decorafdeling, omdat het ook creatief is, ook de kostuumafdeling. Altijd een beetje de historiek of geschiedenis zit daar wat in. Dat zou ik wel fijn vinden ook.